Dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Dan krijgen we vanuit het westen wat drogere lucht binnen. Het is wel zo dat door alle water wat er gevallen is, kan in het oosten nog wel mist of nevel ontstaan. Maar de temperatuur die zakt naar een graad of 13. Dat lukt alleen maar als je wat drogere lucht krijgt. Een enkele bui nog in het westen van het land, maar dat is heel andere koek dan wat we nu hebben in het oosten. Morgen dan hebben we eerst zon. Vanuit het westen komt er steeds meer bewolking en water in het westen en noorden kans op een enkele bui. Dan kan het ook bij onweren trouwens. De temperatuur die ligt duidelijk lager, een graad of 20. In het zuidoosten kan het nog plaatselijk zo'n 23 graden worden. Eerst hebben we nog een windkracht 5 aan zee uit het zuidwesten. Later op de dag neemt de wind geleidelijk af. En zondag? Zondag hebben we vooral in de ochtend enkele buien. Mogelijk ook weer met onweer. Komt er weer zo'n buiengebied over. Maar in de middag weer zonnige periode. Maar dan hebben we temperaturen vergelijkbaar met morgen zo'n 20 graden. Dankjewel Gerrit.